Vorige week was in Den Haag dus ook crisisberaad. En Rutte die vertelde in een persmoment afgelopen vrijdag de plannen van het kabinet. En ze willen de toekomstige stikstofplannen pauzeren en huidige stikstofplannen versnellen. We hebben afgesproken dat we van praten over stikstof en praten over jaartallen ook nu zo snel mogelijk moeten zorgen dat we overgaan tot de uitvoering. Dus dat we er echt daadwerkelijk in slagen om stikstof te reduceren. Dus wat ik zag bij een pushbericht van een van de media, namelijk dat we een pauzeknop zouden indrukken. Integendeel is waar. We gaan juist de versnellingsknop indrukken. Geen pauzeknop. Waar zit hem die versnelling dan in de stikstofaanpak? Dat is natuurlijk iets wat ook bij de provincies ligt. Die zijn ermee bezig. Die zijn plannen aan het maken. Nog even los van de collegevorming zullen die voor 1 juli... Ja, vanwege de collegevorming zal het niet perfect zijn. Maar die versnelling komt dus niet hier vanuit Den Haag vandaan? Ja, ook uit Den Haag. Wat wij proberen te doen met Brussel samen is ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk bijvoorbeeld die uitkoopregelingen hebben, zodat boeren die zelf willen stoppen, dat die ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van die regelingen. Ook daar werken we aan om dat echt te versnellen. Ja, burgers en media die spreken van chaos en een wanhoopstaat. Romy, jij bent een relatietherapeut. Ik weet zeker dat je afgelopen weekend vol smacht alle reacties hebt gevolgd vanuit bevolking en de boodschappen naar Rutte toe. Ja, is een interessante dynamiek die er gaande is. In de Kamer en het kabinet onderling. Tussen oppositie en de regering. En ook vanuit de burgers. Vooropgesteld, Rutte zei net van er was één mediakanaal die zegt de pauze knop indrukken, maar dat waren ze vrijwel allemaal eigenlijk die daarover berichten. Ook Kaag zelf, de oppositie, dus iedereen had het erover. En hij was eigenlijk de enige die het over versnellen had. En dat leidde nogal tot verwarring. Ik heb een beetje uitproberen te zoeken van wat hij dan met dat versnellen bedoelde. Hij bedoelde daarmee dat hij die processen die al lopen, dus die boeren die al die vrijwillig uitgekocht worden, zeg maar, niet onder druk, dat wordt dan nu versneld, maar de grote stop komt te zitten op de wetgeving en de verplichte uitkopen en dat allemaal. Dus het is eigenlijk allebei waar. Niet alleen is het zeg maar relationeel niet helemaal goed, maar communicatief gaat het daar ook niet helemaal lekker. Want dat inderdaad wat verwarring. Ja, en dat had ook meteen effect eigenlijk op de burger, want de peilingen die veranderden meteen vorige week nog. Maurice de Hond deed op zaterdag, dus één dag na dat persmoment, werd er een peiling gedaan. En dan werden ze bijna de grootste, hè? Bijna groter dan de volledige coalitie samen. Ja, precies. Ja, en het schoot dus meteen weer 2 zetels. Want ze is dus van 1 toen ze begon, hè, naar 33 vorige week. En dan nu 35 al. Ja, dat is dus gigantisch. En, 36. 36? Ja, 36. Dus als we kijken naar de eerste kolom in het blauw, dat is de peiling van afgelopen zaterdag. En dan zie je 36 zetels ten opzichte van daarboven 38. Wat dan het aantal zetels is van het regering. 38, ja, dus 2 zetels verschil inderdaad met die hele coalitie. Volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd, of wel? Nee, en het ook wel, dus interessant dat meteen mensen er bovenop zitten als Rutte er eigenlijk onderuit probeert te komen. Ja, zo wat je van merkt. Ja, eigenlijk, Rutte zit eigenlijk in het spagaat tussen enerzijds D66 en de plannen, het regeringsakkoord wat er ligt, en anderzijds het signaal wat de burger nu geeft. Want wat zegt dat nou eigenlijk, die gigantische cijfers achter BBB? Ja, wij hebben helaas geen referendum. Ik ben daar groot voorstander van. Maar in ieder geval hebben we nog een soort van werkende democratie, waarin dus een signaal op dit moment wordt afgegeven. Hieruit blijkt wat de burger wil. Hè? En Caroline van der Plas is ook wel vrij duidelijk in. Ik sta hiervoor, mensen haken daarop aan, en dan ga ik ook die belangen behartigen. Dus daar is hij heel sterk in. En dat is eigenlijk iets wat Rutte volgens mij al heel lang niet echt heeft gedaan. Want waar staat hij uiteindelijk voor? Ja, dus ze vertegenwoordigt echt het geluid van de burger. Ja, ja, daar zit de grote winst. En je hebt het over spagaat. Je stelt nu de vraag, waar staat hij voor? Als ik hier naar kijk, dan denk ik, die man die moet ons vertegenwoordigen. Hij is onze leider. Maar net zei ik al, het zijn eigenlijk meer volgers. Ik denk dat hij een volger is van het hele concept, dat Great Reset concept. En dat hij nu in één keer wordt geconfronteerd met die ontzettend vervelende stem van de burger. Ja. Wat lastig toch? Nou ja, zo kan je het bekijken. Hij volgt dus dat World Economic Forum of die niet democratisch gekozen clubjes. Maar als je het bekijkt vanuit de belangen, hè, onze intrinsieke motivatie, zijn belang zijn dus die clubjes. Dus daar is het volk, daar zijn die clubjes. Hij dient dat. En Van der Plas dient dat. Of dat is in ieder geval waar zij heel duidelijk over is. En wat we nog natuurlijk moeten gaan zien.
stellen zij zelf ook tijdens verkiezingsavond. Laten we zelf even gaan kijken naar de reactie van Caroline. Wat is de boodschap voor Rutte, laat ik het zo zeggen? Kom uit je kokonnetje en ga eens een keer luisteren naar mensen. Die mensen hebben vandaag gezegd, wij willen dat dit beleid stopt, wij willen het anders. Wij willen gehoord, gezien worden, serieus genomen worden. Dat is wat we willen. En dat is genegeerd. En dat zei ik net ook al, die trein is gaan doordenderen in Den Haag. En mensen zijn het zat. Ja. En nu, ja, ze hebben nu ons het vertrouwen gegeven, omdat ze ook zien dat wij die burger wel serieus nemen. Die burger staat voorop. De overheid is voor de burgers en niet andersom. Ja, de overheid is voor de burgers en niet andersom. Zie ik, zei het zelf net al bijna verkeerd, net andersom. Dat heeft ze heel duidelijk gezegd. En daarmee spreekt ze ook wel de taal van de burgers. Absoluut, ja. En eigenlijk zoals volksvertegenwoordiging bedoeld is. In principe is het een co-creatie. Wij geven 4 jaar onze stem weg. Maar het is wel een co-creatie. Wij geven aan diegene die onze belangen echt behartigt, onze stem. En die gaat daar iets mee doen. En zo komt dat samen. En dat, dat is bij Rutte eigenlijk een beetje verdwenen. Je ziet het ook op allerlei plekken in de wereld, denk ik, hoor, dat is verdwenen. Dat die overheid op een gegeven moment heeft gedacht van, hey, we hebben nu zoveel macht en invloed. Op een gegeven moment hebben ze, denk ik, ook ons brein weten te hacken in de afgelopen, misschien wel sinds de Tweede Wereldoorlog, zoveel kennis opgedaan over psychologie. Dat je weet van hoe krijg je iemand in een bepaalde hoek. Als je nu ook terugkijkt naar die coronatijd, hoe ontzettend veel tijd en energie is gestoken met behavioral dynamics en al dat soort technieken. Om mensen niet alleen met billboards, maar op alle mogelijke manieren die prik te laten nemen. Nou, het is echt knap als je daar dat niet hebt gedaan. En ook helemaal niet te verwijten als je het wel hebt gedaan. Dat is denk ik ook wel de realiteit. Ja, absoluut. Maar ja, dat is dus voor mensen heel erg belangrijk om te weten, ook wie dien ik, zeg maar. Hè? Luister ik daarnaar of luister ik hiernaar? Ik zie natuurlijk wel meer parallellen. Ik bedoel, narcisme was wel vrij snel duidelijk al aan het begin van de coronatijd. En je ziet gewoon heel veel dingen die ik in gezinsdynamieken zie, die zag ik ook in het groot zich uitspelen. En inderdaad dus dat wiens belangen worden er gediend. En in hoeverre kan jij gaan staan voor je eigen belangen, wat je belangrijk vindt? Vind je belangrijker om te doen wat een ander doet? Of vind je het belangrijker dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid? Nou ja, dat allemaal. Maar ja, meestal zie ik al die patronen en dan is het best wel moeilijk om dat over te brengen aan andere mensen, dat diezelfde dingen die ik in het klein zie, dat zich ook in het groot afspelen. Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, nu is het dus parallel gezinsdynamieken en ja, het kabinet. Nou ja, als ik narcistische klanten heb, zeg maar. Ja, ik heb het in mijn praktijk best wel vaak over Hugo de Jonge gehad. Ja, sorry om te zeggen, maar dan om gewoon voorbeelden te geven van hoe geniepigend iemand voor eigen belang eigenlijk bezig is. Soms dan is het wel prettig om een voorbeeld die heel ver van hun bedshow is, maar wel dat ze duidelijk herkennen van wat voor dynamieken dat zijn. Dat het dus niet vanuit eigen beweging komt, maar dansen met Jansen, dat het opgelegd wordt. Ja, maar ik hoor in jouw verhaal een hele belangrijke rol voor voor de zelfverantwoordelijkheid. Ja. Maar voor je het weet, met zo'n voorbeeld, niet om kritiek te geven, maar zou je kunnen zeggen als publiek, tegen wie dat dan vertelt en uitlegt, Hugo de Jonge is de boef, bij wijze van spreken. Maar altijd ook, denk ik, hier wil, nee, ja, pak precies. Je eigen verantwoordelijkheid. Het is een dynamiek. Dus en sterker nog, bij corona, kijk, wijs ik eigenlijk zelden in mijn, gewoon in de verhalen die ik vertel aan mensen, zelden naar die Hugo de Jonge. Dat is maar één poppetje. Het grote geheim van die coronatijd, de coronamaatregelenpandemie, is geweest de medewerking van de reguliere media en de reguliere politiek. Die twee enorme dynamieken, en dan natuurlijk het hele ambtenarenapparaat erbij, hebben gemaakt dat we daar terecht zijn gekomen. Maar dan is toch nog wel de oplossing, denk ik, neem je eigen verantwoordelijkheid en zie dat dat is gebeurd. Over stemmen weggeven gesproken, geef dan niet meer je stem aan die reguliere politiek, aan die reguliere media. Haal die terug op de een of andere manier. En zorg dat die met poppetjes zoals Hugo de Jonge geen kans meer krijgen. Ja, en dat hebben mensen misschien nu een beetje gezien, misschien op een ander niveau. En dat is die proteststem ook bij BBB. Zelfverantwoordelijkheid nemen. Dus de burger heeft verantwoordelijkheid genomen, heeft van het geluid te horen. Dus dit is wat mij betreft een alternatief voor een referendum of de manier om ons uit te spreken. Wat duidelijk gewerkt heeft. En ja, wat voor mij grappig is om te zien, is dat ik voor het eerst in deze afgelopen 3 jaar ook in mijn terminologie berichtgeving zie in kranten. Want de Trouw die kopte over een slecht huwelijk bijvoorbeeld. En ik citeer even. Het servies zal door de kamer vliegen. De kinderen zullen smeken dit slechte huwelijk op te breken. En ondertussen vragen de buren zich ook af hoe het verder moet. Maar de coalitie zal het overleven.
Ja, je hebt alleen de kop gemist, die zal ik nog even toevoegen voor de podcastluisteraars. De pauzeknop in het stikstofbeleid, D66 buigt, dus zal de coalitie niet breken. Nee, ja, dus dit is inderdaad een van die berichten, hè, waar de media dus berichten over de pauzeknop en niet over het versnellen. Even, die coalitie niet breken, wat hebben die nog voor recht van spreken? Ik zag laatst nog die Wopke Hoekstra. Waar heeft die man het over? Die halve, hoe noem je het, uitdrukkelijk weer halve man in de paardenkop, die nog op hem stemmen. Ja. En we hadden er straks over. En waar staan ze voor? Wat zijn hun belangen? Zeg maar. Ja, ook. En dus straks hadden we het over Poetin, die eigenlijk uit het huwelijk stapt met, die kiest nu ook voor nieuwe relaties. Nieuwe relaties, ja. Rome, ik ga even terug naar het artikel waar je het net over had, in Trouw. Ja. Dat het dus over een slecht huwelijk. Wie is dan de vader? Wie is de moeder? Wie zijn de kinderen? Wie heeft een huwelijk? Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een huwelijk. Dus je bent eigenlijk al. Wij hebben een huwelijk volk met de politiek. Ja, want je bent, wat ik net al zei, het is een co-creatie. En je bent dus ook wederzijds afhankelijk. Ik bedoel, als wij onze stem aan iemand geven om bepaalde redenen, om bepaalde belangen die behartigd dan kunnen worden, en diegene laat het afweten, ja, dat is niet een goede co-creatie. En dan gaat de relatie eigenlijk stuk. En zo is dat eigenlijk 12 jaar al aan het stuk gaan, denk ik. Ik weet niet. Ik heb het begin van Rutte's carrière in Nederland niet helemaal gevolgd. Ik woonde hier toen ook niet. Dus ik weet het verloop ook niet of die relatie zeg maar steeds slechter is geworden. Maar ik zie het nu als heel slecht. Ja, maar en waarom loopt het nu dan op de klippen? Ja, wiens belangen behartigt hij? Maar ook vanwege de vele zorgen die er zijn. Daar kunnen we ook niet bij mee terecht. Ik bedoel, als er een debat is over de toeslagschandaal, dan is hij er gewoon niet. En dat is niet het enige systeemgeweld waar we nu last van hebben. Het Groningen woningtekort, stikstofbeleid. Tot aan het Rode Kruis dat nu een gironummer opent voor voedselhulp in Nederland. Ja, armoe, ja. Ja, want dat haakt weer in op dat geld dat steeds maar wordt weggestrooid in Oekraïne, bijvoorbeeld. Of die, misschien wel, heb ik gehoord, 100 miljard euro die in rook is opgegaan met die coronamaatregelen. Ja, dat kan je maar één keer uitgeven. Toen werd er, ik heb verhalen gelezen dat er letterlijk werd geroepen, geld speelt geen rol op zo'n ministerie. Ja, kan je makkelijk roepen. En toen had iedereen het over coronasteun, het leek allemaal wel gratis geld. Maar nu komen de rekeningen, hè, in de vorm van depressies. En in de vorm dus dat het Rode Kruis een gironummer opent voor voedselhulp. Ja. In ons land, Nederland. Van de rijkste landen ter wereld, dachten wij altijd. Ja, hoe dan een slechte relatie? Dus je klopt bij je partner aan en je zegt, goh, dit gaat niet goed. En hij zegt, oké, en dan doet niks. Hij zegt, ik krijg er energie van. Ja, ik krijg er energie van. Ja, dat zei hij net, toch? Ja, ben je niet gewoon uitgegeven? Ja. Nee, ik krijg er energie van. Ja, maar wij laten het over zelfverantwoordelijkheid. Wij laten het toe, hè? Dus wat je krijgt is shifting baselines, heet dat in het Engels. Dat is de grens verschuift van wat we normaal vinden. Misschien hadden we het 5 of 10 jaar geleden helemaal niet normaal gevonden dat je zoveel crisissen of zoveel systeemgeweld in 1 jaar hebt. Maar inmiddels zijn we helemaal murf van het systeemgeweld. Maar ja, toch is deze verkiezingsuitslag of deze prognose, hè, en de provinciale staatsuitslag wel echt een heel duidelijk signaal, gelukkig. Ja. En dat plaatst Rutte dus in die spagaat. De Trouw was trouwens niet de enige die het had over dat slechte huwelijk. Want ook een krant in België, De Standaard, die schreef een artikel over Rutte en die had het over een uitgewoond huwelijk. Dus ja, voor mij was het wel echt heel grappig om dat zo terug te zien. Ja, je had het net over proteststemmen en goed dat de bevolking laat weten, hè, signalen geeft van welke richting het uit zou moeten gaan. Maar dat gedrag, dat zien we niet alleen in Nederland, hè, dat zien we ook in de buurlanden. Ja, dus het beleid wordt uitgerold en het is ook redelijk in lijn. Want het is ook beleid van VN, het is beleid van EU. Nou ja, World Economic Forum invloed. En dat is dus een Europees fenomeen. Maar dat tegengeluid is eigenlijk nu ook op vele plekken zichtbaar. Vergelijkbaar met wat er in Nederland gebeurt. Dus in Zweden zag je een verschuiving naar rechts. In Finland, nou, dat hebben we net in Black Box News gezien. Een verschuiving naar de conservatieve hoek. In Italië hebben we dat al gezien in de vorm van Meloni. Dus die had al eerder vorig jaar gewonnen. En ook in Frankrijk was er een dikke verschuiving. Het was niet zo dat Macron daar verdween daardoor. Maar wel heeft hij in plaats van het grootste gedeelte van zijn volk achter zich, maar de helft achter zich. En dat geeft heel veel verdeeldheid in Frankrijk. Nou, dat zien we ook aan die protesten en
Dus dat is een enorm signaal eigenlijk van de burger, ook aan de burger, dat we dit dus zien. He, van hé, onze buren doen het ook. Maar het is natuurlijk ook een signaal aan de overheden. Van hé, het volk pikt er toch niet meer. En dat haakt terug op wat Van der Plas net zei in dat citaat. Van hé, de overheid is er voor ons. Is dienstbaar aan het volk. Het is nu omgekeerd. Daarom draaien die vlaggen zich ook om. Mensen snappen dat. De wereld staat op zijn kop. En hier komt nog bij dat allerlei projecten van de boven ons gestelde types ook mislukken. Dus ze zetten het wel in, maar zo'n Oekraïne-oorlog mislukt. Ja. Zo'n corona mislukt. Ik bedoel, heel veel mensen hebben die prik wel gehad, maar we zitten nu niet meer in lockdown nummer 10. Nee. De mondmaskers zijn weg. Nu komen alle schandalen boven. Exact zoals ik heb beschreven over de Mexicaanse griep in mijn boek. Dat hele boek is nu eigenlijk kopie voor corona. Al die schandalen komen boven. Dus dat zijn hele interessante dingen. Want we hebben het vaak inderdaad over Great Reset en over grote plannen en over de elite, bla bla bla. Eigenlijk meer parasieten. Maar die rollen wel dingen uit, maar het lukt niet altijd. Dat geeft ook hoop. Dit geeft ook hoop. Je hoort ook vaak dat verdeel en heers dan onderdeel is van het plan. Tenminste, dat is wat ik vaak hoor. Maar ja, als ik het zo zie, dan is verdeel en heers werkt zeker niet in je voordeel. Want die spagaat waar Rutte nu in zit, ja, zie er maar uit te komen. Dus ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. Maar van een goed huwelijk is geen sprake. Nee, dat wilde ik inderdaad vragen, concluderend. Maar moet de relatie tegen. Wat zijn de vooruitzichten voor dit huwelijk, denk je? Ja, de vragingskans. Het is morgen heel erg interessant wat het debat gaat brengen. En ofwel, ze moeten echt wel heel erg hun eigen idealen loslaten. Met name D66, die daarin redelijk rigide is. En heel erg gaan meebewegen met de provincie. Of het gaat vallen. Ja. Dat zijn eigenlijk de twee smaken die er zijn. We houden maar hoe dan ook, gaat de relatie daarvan verbeteren? Want het gaat meer richting wat de burger nu heeft gevraagd eigenlijk. Ja, relatietherapie is misschien dan ook geen verkeerde keuze. Precies. Terug naar de basis. Dat was het thema van afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst van Vrouwen voor Vrijheid. Een community die sinds 2020 bouwt aan een samenleving waarin keuzevrijheid, transparantie en gezondheid vanzelfsprekend zijn. Onder de sprekers waren een aantal bekenden die het voor het eerst aandurfden om zich uit te spreken tegen het gevoerde coronabeleid, maar ook tegen de polarisatie en de hedendaagse cancelcultuur. Erwin Taams was erbij en bracht verslag uit. Ja, toen ik hier aankwam, dacht ik, ga hem gewoon spelen. Hè? Voor jullie. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Ben jij wel eens bang om je uit te spreken in deze mediacultuur? Nee, ik ben niet bang om me uit te spreken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om genuanceerdheid te houden. Ik had in het begin, dat zei ik daarnet tegen Bram, aan het begin van die hele periode, opeens het gevoel, wat gebeurt hier? En dat vond ik het moeilijke van toen dat hele gedonder begon. Dat ik opeens vast zat in iets. Dat ik denk, ja, maar ik wil vragen stellen. Maar dat kon niet meer. Want je werd direct ergens in een hoek gezet. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat wij in een tijd moeten leven waarin iedereen vragen kan stellen. En waarin ook alles naast elkaar mag bestaan, zoals Karin Bloemen net ook zei. Mijn naam is Karin Bloemen. Ik ben vrouw. Ik ben moeder. Ik ben entertainer. Op alles ben ik even trots. En ik mag vandaag hier voor jullie spreken. En dat vind ik heel bijzonder. Deze manifestatie heeft als thema terug naar de basis. En natuurlijk zeggen ze dan, de basis is ons grondrecht. En dat is al het begin. Terug naar de basis. Wat betekent dat voor jou? Hoe ziet dat eruit? Ja, zoals ik al zei, de basis is natuurlijk een heel breed begrip. En aangezien de grondrechten en de basisrechten soms al geschonden worden, in keuze van fysieke integriteit bijvoorbeeld, dat je zelf mag kiezen en dat je niet meer mag zeggen wat je denkt en dat je niet meer mag spreken om te zeggen wat je vindt, welke kant het ook is natuurlijk bizar. Dat is een basisrecht. Dus als je zegt terug naar de basis, laten we dan daar beginnen. Maar in onze hedendaagse cancelcultuur blijkt dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen om serieus genomen te worden en erbij te mogen horen. Ik wil het snappen en begrijpen voordat ik meega in het narratief, zoals ze dat dan noemen. En dat wordt dan meteen beschimd, geridiculiseerd en niet serieus genomen. Daar vond ik een hele schok. Dan krijg je zinnen als, het is nou toch eenmaal zo? Het is toch altijd zo geweest? De krant die ik lees is toch altijd een kwaliteitskrant geweest? Daar ga je toch niet ineens aan twijfelen? Je trekt toch niet de autoriteit van de wetenschap in twijfel?
Zeg, wie denk je wel dat jij bent om te denken dat jij het beter weet? Ik heb het al zo vaak gehoord. Ja. En sowieso het gesprek over de cancelcultuur moeten we voeren. Want dat is echt, dat kan echt niet. Los van de impact die dat heeft, is de coronawet niet permanent van tafel. En is het verdwijnen van de digitale toegangsbewijzen slechts een pauze als het aan de regering en degene die invloed op ze uitoefenen ligt. In die Europese documentatie blijkt dat dat coronafonds wordt gebruikt om die Europese digitale identiteit te bouwen. En nu beginnen er steeds meer mensen, ook gewoon bekende namen, te zeggen van wat raar dat je doorgaat met het doorontwikkelen van die app, dat Europees paspoort, terwijl de pandemie over is. En dan beginnen steeds meer mensen te zeggen, oké, dat oorzakelijk verband was er dus niet. Hoe belangrijk is het dat iemand als Karin Bloemen en mensen als Stef Bos zich uitspreken op zo'n groot evenement? Ja, ik denk ontzettend belangrijk. Die impact is zo ontzettend groot. En zoveel mensen hebben zoveel bewondering voor deze artiesten. Ja. En daarmee creëer je toch een opening. Dat mensen hopelijk anders gaan kijken en zich openstellen voor wellicht een andere visie. Ja, Romy, we zagen je net ook hier in beeld. Je bent een van de vrouwen voor vrijheid. Klopt. Hoe heb jij het ervaren afgelopen zaterdag? Ja, als een soort, een grote... Het was voor ons, omdat die aanloop zo lang is geweest met onder andere Stef Bos en Ernst Jans. Is het een soort kers op de taart of zo. Ik bedoel, we hebben al heel veel mooie dingen gedaan en nu dit er nog bovenop was heel mooi. Je merkt dat er maatschappelijk weinig momentum nog gevoeld werd. Dat merkte je ook in de opkomst. Maar ja, wij weten ook, er gebeurt ondertussen van alles en dat heeft niet iedereen door. Maar ik denk dat dit heel erg helpt met het fundament verstevigen. Want wat je afgelopen dagen bijvoorbeeld of afgelopen weken hebt gezien met Jan Dino, die is in zijn eentje opgestaan en heeft de wind van voren gekregen. En die krijgt nu weer redelijk wat versterking. En zet die allemaal maar eens weg als wappie, weet je wel. Dus ja. Dat is belangrijk. Belangrijk. En het is dus ook... Die 2 jaar dat we wel al contact hadden, is het niet gebeurd. En nu in 1 keer Jan Dino. Nou ja, pas zat hier maar hier Alkaya. En dan deze mensen erbij. Dus het, volgens mij is er iets moois aan het gebeuren. Ja. Dat we beter in gesprek komen. En dit, bij mij bijvoorbeeld in mijn vriendenkring of in mijn familie... ontstaat er zo ook meer openheid. Dat er dus meer mensen zijn die zich uitspreken en... Ook die dag, hè, meer mensen dan we in het clubje zagen. Ja, dus Ernst Jans was daar ook nog. En er zat een hele mooie speech tussen van vasculair internist Sabine Pinedo. Bram Bakker heeft gesproken, dus hij voormalig psychiater. Over systeemgeweld gesproken. Zij spreken dus over systeemgeweld binnen de GGZ en de gewone gezondheidszorg. Zijn als arts in het systeem terechtgekomen en dachten toen van... sorry, maar hier klopt van alles niet aan. En zijn aan de hand daarvan weer eigen initiatieven gaan starten buiten het systeem om. Nou, dat soort dingen vinden wij mooi. Dat zetten we graag op het podium. Dus ja, we gaan de filmpjes naar buiten brengen. Blackbox komt nog met een compilatie. Het is absoluut de moeite waard om te kijken. Ik wil net zeggen, als je dit dus allemaal gemist hebt en je was er niet bij zaterdag, dan kun je nog meegenieten. We hebben een aftermovie gemaakt. Die gaan we woensdag live zetten vanaf 10:00 in de ochtend. Dus dan kan je alsnog meegenieten. Romy Quint, dankjewel. Daan de Wit, ook jij heel erg bedankt voor jouw bijdrage.